Dus we hadden het over de tweede punt. We zeiden het oordeel van het beoordelen van onze zielen. En ik zei dat het een verplichting is. Dus een ieder van ons is verplicht om zichzelf te beoordelen over hetgeen wat zij verricht heeft en doet in het wereldse. En Ibn al-Qayyim, rahimahullah, zoals ik al zei, hij heeft gezegd dat de vers wat ik gereciteerd heb van Surat al-Hashr ook een van de bewijzen dat het verplicht is om onszelf te beoordelen. En ook de uitspraak van Omar radiyallahu anhu, waarin hij zei: Hasibu anfusakum, beoordeel jullie zelf. Qabla an tuhasabu, voordat jullie beoordeeld worden door de Almachtige, door Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer? Yawm al-Qiyamah. Wazinu a'malakum, en weeg jullie daden. Met andere woorden, ga je daden opzommen. Hoe is het gesteld met jouw daden? Heb je meer goede daden of meer slechte daden? Verricht je de daden omwille van de mens of omwille van Allah subhanahu wa ta'ala? En dan zegt hij: wa tahayyau lil ard al akbar. Bereid je voor wanneer je bij Allah subhanahu wa ta'ala komt. Bereid je voor wanneer je bij Allah subhanahu wa ta'ala komt. Daar op die dag die slechts 50.000 jaar gaat duren. Beste broeder en zuster, dat is een zaak wat wij niet dienen onderschatten, te gaan onderschatten. Maar een zaak die wij juist serieus moeten nemen. Het beoordelen voor onszelf voordat het te laat is. En het derde punt die ik ook had behandeld tijdens de preek, is de soorten beoordeling. De geleerden zeggen: er is een beoordeling voor het verrichten van de daad. En een beoordeling na het verrichten van de daad. Voor het verrichten van de daad vraag je jezelf eens af: wat wil ik hiermee bereiken? Wat is mijn intentie? Wat wil ik streven? Wat verwacht je? De tevredenheid van Allah of de tevredenheid van de mens? Kan ik hiermee Allah subhanahu wa ta'ala tevreden maken? Of de shaitaan tevreden maken? Is de daad die ik verricht de beste daad? Of kan er een andere goede daad in de plaats verricht worden die juist meer profijten kent en heeft? Dus voor het verrichten dien jezelf te controleren. Jouw intentie te zuiveren. Wat voor daad is het? Is het een daad die overeenkomt met de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam? Of juist een daad die jou alleen maar gaat schaden? En ook na het verrichten van de daad, die je ook meer istighfaar te verrichten. Vergiffenis te vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala. En het is niet dat wij na het verrichten van een daad een bewondering raken, wa'iyadu billah. Terwijl de profeet sallallahu alaihi wasallam juist ons aanspoort om een istighfaar te verrichten bij het eindigen van een goede daad. Zoals ik als voorbeeld gaf, het gebed. Wanneer wij het gebed afronden, dan behoort het tot de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam dat we driemaal de istighfaar verrichten. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Omdat, beste broeders en zusters, de meeste van ons juist tekortkomingen hebben bij het verrichten van het goede. Dat je ook weg was met je gedachten. Dat je niet op de beste wijze hebt gebeden. Dus we kennen altijd tekortkomingen wanneer wij een goede daad verrichten. En ook de istighfar na de wudu, wat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft genoemd. Het behoort tot de gedenkingen na de wudu, dat je ook de istighfar verricht. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Deze dua noemde de profeet sallallahu alaihi wasallam ook. Dus dat betekent, beste broeders en zusters, dat wij voor de daad onszelf moeten beoordelen en controleren en ook na het verrichten van de daad. En kijken of wij ons alleen beperken tot die daad die wij al verricht hebben of dat we juist meerdere goede daden ook gaan verrichten. Want sommigen verrichten één daad in zoveel tijd. Dus laten we zeggen, een 10 jaar tijd of 5 jaar tijd. En ze denken dat zij het niveau van de profeet sallallahu alaihi wasallam hebben behaald en bereikt. Kijk uit, beste broeder en zuster. Want de profeet sallallahu alaihi wasallam, nou, zoals Aisha radiyallahu anha op een dag zei, dat de profeet sallallahu alaihi wasallam de hele nacht gebeden ging verrichten. En dat ze tegen hem zei:
Naam, o boodschapper van Allah, verricht je aan zoveel goede daden, zoveel nachtgebeden. Terwijl al jouw voorgaande zondes en daar aankomende zondes vergeven zijn. Dan zegt hij, zal ik dan geen dankbare dienaar wezen? Dankbare dienaar wezen, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dankbaarheid tonen richting Allah subhanahu wa ta'ala. Middels het verrichten van het goede. Want wie heeft jou geleid naar het verrichten van die daad? Allah subhanahu wa ta'ala. Wie heeft jou zo ver gekregen en gestemd dat je die goede daad gaat verrichten? Allah subhanahu wa ta'ala. Wie heeft jou de middelen gegeven om zo'n goede daad te kunnen verrichten? Allah subhanahu wa ta'ala. Wie heeft jou beschermd tegen jouw vijand? Die jou constant wil verleiden, wil afhouden van het goede. Wie heeft jou beschermd? Allah subhanahu wa ta'ala. En de vierde punt, de vruchten. Wanneer wij ons zullen beoordelen, beste broeders en zusters, wat zijn de vruchten die wij kunnen plukken? De eerste vrucht die ik had genoemd, dat je ook jouw tekortkomingen gaat kennen. Dat jij je tekortkomingen gaat kennen, zoals Ibn Qayyim zei. Wanneer je jezelf gaat beoordelen, begin dan met de verplichtingen. Hoe is het gesteld met de verplichtingen? Verricht je ze allemaal? Kom je ze allemaal na? En ook, hoe is het gesteld met de zondes? Verricht je ook zondes? Als je zondes verricht, dan betekent dat je ook berouw moet tonen voor Allah. Tawbah moet verrichten. Vergiffenis moet vragen aan Allah. Dat je het goed moet maken met Allah subhanahu wa ta'ala. En ook, wat tot de vruchten behoort wanneer wij onszelf beoordelen, dat wij ook de barmhartigheid gaan inzien in datgene wat we aan het verrichten zijn. Want zoals ik al zei, vergelijk maar de gunsten die je krijgt van Allah met hetgeen wat je dag en nacht voor Allah subhanahu wa ta'ala verricht. Dan merk je dat Allah subhanahu wa ta'ala juist barmhartig is jegens jou. Constant is hij genadig tegenover jou. En dat hij afwachtend is. Dat hij jou niet gelijk bestraft. Dat noemen we afwachtendheid. Oftewel al-hilm, bezorgdheid. Nou, dat hij jou niet gelijk bestraft voor de zondes die jij ging verrichten. Maar dat hij jou nog de gelegenheid geeft. En uitstel geeft om terug te keren. Om het goed te maken met Allah subhanahu wa ta'ala. En de vierde zaak die ook had genoemd. Nou, wanneer jij jezelf gaat beoordelen. Dan ga je ook realiseren en beseffen. Dat de weg naar het paradijs geen makkelijke weg is. Hij is gevuld met beproevingen. Met zware beproevingen die wij constant meemaken. En dat betekent dat wij ook het goede moeten laten zien aan Allah. En dat wij het niet snel opgeven wanneer wij beproefd worden. Door wie? Door de Almachtige. Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah al-azim bi asma'i al-husna wa sifati al-ula. An yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Inna wa liyu dhalika wa al-qadiru alayhi wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Thank you.